Hey mensen, welkom bij deze laatste crazy kerstvlog van dit jaar. Volgend jaar ga ik terug door met kerstmis met crazy kerstvlogs, maar dan eigenlijk door heel het jaar komen er nog wel crazy TikTok vlogs. Een andere serie dus eigenlijk terug. Maar we gaan mijn vlog beginnen. Ik ben nu in zo'n short aan het kijken die eigenlijk ook video's van zijn Twitch. Want het blijft weer hangen blijkbaar. Kijk maar. Dan wil ik een andere openmaken. Oké. Dat is Enzo Knol dat ik aan het kijken ben. Oh, Ibrahim is 2,5k. Besef hoeveel die vroeger. En dan ben ik ook terwijl nog een beetje koffie aan het drinken. Ik ben ook een video aan het editen. Dat moet ook gebeuren. En ik ga 29 december morgen ga ik live op TikTok met Michael. Dan weten jullie dat alvast. Wat gaan we nu gaan doen? Eigenlijk, het is heel slecht weer. Ik wou eigenlijk nog een vlog voor buiten, omdat ik buiten, ik ging ergens naartoe, dus ik wou er een vlog van maken. Maar dat is afgelast omdat het regent, spijtig genoeg. Maar we zullen eens een beetje opruimen, hè. Ik weet het ook niet. Ik heb oikos met chocola gegeten, dat was, oh zo. Dat was super lekker. Dus ja, mijn valta weer, ik ga jullie trouwens een thumbnail laten zien. Dit is het thumbnail voor de livestream die ik op YouTube ga zetten. Wat vinden jullie ervan? Laat het zeker in de comments weten. Ik heb de thumbnail dus juist gemaakt. Vanmorgen is 29ste, hè. Dan ga ik live op TikTok en vrijdag is de mid-season finale van Familie. Dus dat ga ik zeker kijken. Dus ja, ga ook op mijn short kanaal abonneren, linkje staat in de beschrijving. Op YouTube, hè, niet op TikTok. Ik heb eigenlijk een beetje een hele rustige dag, want ja, eigenlijk niet veel te doen. Dan ga ik even filmen. Ik ga dus nu eigenlijk een beetje de vlog ook beginnen afsluiten. Maar, dank wel voor het kijken naar deze leuke en toch maar even een korte vlog. Ga zeker ook Michael volgen. Op YouTube en op TikTok. Dus dank wel voor het kijken. Tot de volgende keer. En hopelijk vonden jullie de video leuk. En dan laat het zeker weten hier op TikTok in de comments. En op YouTube ook in de comments.